Het telecommunicatiebedrijf Suriname, Telesuur, stapt vanaf zondag 7 april volledig over op een nieuw klantenbeheersysteem. In dat kader worden werkzaamheden uitgevoerd die vanaf gisteren, vrijdag 5 april, zijn ingegaan en duren tot en met morgen zondag 7 april. Telesuur vraagt haar klanten er rekening mee te houden dat de betaling van rekeningen op de aangegeven dagen niet mogelijk zal zijn. Het bedrijf drukt ook op het hart dat er liever geen online betalingen worden verricht gedurende deze periode. De diensten beltegoed opwaarderen en datapakketten activeren zijn niet beschikbaar van zaterdag 6 april vanaf 4 uur 's middags tot zondag 7 april 9 uur 's morgens. Telesuur biedt zijn verontschuldigingen voor het ongemak en vraagt ieder de sms-berichten voor de updates in de gaten te houden.